voetbal wordt steeds populairder. Dat merkt ook de Nijmeegse voetbalvereniging SV Orion. Hun damesteam, de VR1, promoveerde voor de zomer zelfs naar de tweede klasse. Nu bereiden de dames zich voor op het nieuwe wedstrijdseizoen. We zijn vorig jaar hier gestart met een nieuw team. Het is eigenlijk een hele nieuwe selectie gevormd. En in het eerste jaar zijn we gelijk gepromoveerd van de derde klasse naar de tweede klasse. In ons geval vind ik dat het wel bijzonder is dat we al gepromoveerd zijn. Omdat we echt een hele nieuwe selectie hadden. Dat is wel een bizarre ontknoping geweest in de nacompetitie om de promotie te kunnen bewerkstelligen. Want het kampioenschap konden we op een gegeven moment niet meer halen omdat Blauw-Wit te veel was uitgelopen. Vervolgens moesten we de nacompetitie gaan spelen omdat we de tweede periode hadden gewonnen door een tweede plek in de competitie. In die nacompetitie speelden we tegen Raalte een uitwedstrijd en vervolgens zouden we een thuiswedstrijd spelen. Alleen Raalte kwam de thuiswedstrijd bij ons niet opdagen waardoor we automatisch een ronde verder waren. Nou, in de volgende ronde, wat ook meteen de finale was, gebeurde eigenlijk hetzelfde. We speelden eerst uit tegen de Tukkers. Die wedstrijd verloren we met 1-0. Maar zij besloten toch om de wedstrijd hier niet meer te komen spelen. Ja, we beginnen vanavond met de warming-up en vervolgens gaat Jacques, de assistent, die gaat de uitbreiding daarvan doen. Omdat we toch wel wat blessures hebben, vind het wel belangrijk om in ieder geval een goede warming-up te doen. Zodat we niet nog meer blessures gaan oplopen. Belangrijk vind ik in ieder geval dat de speelsters bewust bezig zijn met de wedstrijd voor aankomende zondag. En voor de wedstrijd nog even snel een jel. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.